is nooit goed. Oeh, snap. We krijgen een melding voor wacht persoon zou zijn ontsnapt uit een psychiatrische inrichting. Ja, zie je. Stoppen nu. Iets gaat beam doen, dus let op. Hand laten zien. Kom op, goed zo. Uitstappen. Uitstappen. Staan blijven. Hoppakee. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Ellis Duval en Moor. En vandaag ga ik op pad met de Camar motor, de BMW. Skin gemaakt door Mad Snow, geloof ik. En de motor zelf is gemaakt door Team MOH. Dus shout-out naar iedereen die hier aan heeft meegewerkt. We hebben ook een nieuwe diensttelefoon. Ja, ik ben geen Samsung-kenner, dus ik zie eigenlijk niet echt het verschil. Maar het is toch wel gemaakt door Wandertje, shout-out naar hem. Ja, en voor de rest geen bijzonderheden. We zitten even in de stad, daar had ik nog een klusje. Maar ja, we zijn gewoon inzetbaar. En als het nodig is, nemen we ook hier meldingen aan. Maar we zijn in ieder geval onderweg richting vliegveld. Maar ja, in principe hoef je niet per se altijd met de Camar alleen maar in het vlieg of rondom het vliegveld te surveilleren. Ik kan ook wel eens hier zo gewoon lekker in de stad. Misschien komen we helemaal niet bij het vliegveld omdat het veel te druk is met meldingen. Want tot nu toe hebben we nog geen gehad, maar we zijn ook pas net begonnen. Daar komt er een. 12-01, dat is 12-01 over. In de buurt wordt even gevraagd of we kunnen gaan naar een winkeldiefstal. We staan vooraan aan de rij, als het groen wordt kunnen we gewoon lekker snel oversteken. Ja, de motor is niet mijn favoriete voertuig omdat ik daar altijd veel te snel mijn rij kan me niet inhouden. Maar dat is zeker wel een... heb jij een helm op? Ja, dat heeft hij. Zeker wel een gaaf ding. Het uniform, ik weet niet precies of dat de perfecte motoruniform is voor de Camar. Omdat ja, de broek lijkt me wat te licht qua kleur en de jas lijkt me heel oud. Ik weet dus echt niet of het een recent motorpakje is. Of dat een hele oude is. Het lijkt sowieso op de oude politie motorpakjes. Maar de maker zal het vast wel weten. Hij is niet te downloaden, dus hoeven jullie niet te vragen. We have a 148 in downtown Vinewood. Verdachte gaat er vandoor. Staan blijven. Hoi. Hier komen de pannenkoek. Staan blijven. Stoppen. Goed zo, lekker pik. Mino speak Espanol, dus je moet maar gewoon even normaal praten. Ik ben aangehouden voor diefstal. Mijn collega van de beveiliging gaat jou overdragen aan de politie. Want ik ben marechaussee. Zo, één melding afgerond. Op naar de volgende. Hoi, we moeten nog even naar de... Hoe heet dat? Naar de winkel. Om een verklaring af te nemen. Dan gaan we even rennend naar de motor, anders lopen we zo lang. Ja, de sirene die jullie hoorden, dat is een andere sirene als ik normaal met de motor gebruik. Maar de Camar gebruikt ook een andere sirene. Ja, nee, dat is een mooi bochtje. Dat is dus deze. Moet je maar eens kijken naar een Camar motor Prio 1. Dan weet je hoe die klinkt. Goedemorgen, middag, wat is het? Hallo, vertel. Ja, is goed joh. Even kijken, we hebben verklaring opgenomen en rende weg. De spullen die heeft gestolen waren plus minus voor $246, 220 euro denk ik dan, 220 euro. Voor de rest heeft hij ook nog de beveiliger geslagen, dus die kan
aangifte doen voor mishandeling en de winkeleigenaar doet aangifte voor diefstal. En dan is het bij ons afgerond. Moet nog iets doen. End. Nee, dat is gedaan. Dan komt iets prio 1 op ons af. Doei. De landelijke eenheid is dat. Ja, die viel op. Ja, die wil er nog wel eens vandoor gaan, denk ik. Zo, lekker klem gezet, pik. Goedendag, hoi. Rijbewijs. Geef het nu. Even aan deze kant staan. Dash 1 Williams. Oké, dat is gewoon. Waarom had ik een helm op? Hij was een beetje hij was niet echt fijn om te dragen. Nou, oké, goed. Ik ga wel een curve krijgen van mij. No helmet. Mis ik hem nou? No helmet, oké. Moment. Ik ga het volgende kenteken voor u nadrukken. 4, 6, echo, echo, kilo, 5, 7, 2. No, 1099. Keuring bedraagt $100, daar komen we nog goed mee weg. In Nederland is dat veel duurder, geloof ik. Dus dat is jouw geluk. Zometeen stap ik op mijn motor en dan rij ik weg en dan kun jij pas wegrijden, want anders rij je nu gewoon tegen mijn motor op. Ja? Fijne dag verder. Zo. Dispatch calling unit 6, nou, dan gaan we dan maar even kijken. Heet u alstublieft prio 2. Copy that dispatch. Dat is verhoord. 6 Hall 20 is responding code 2. Target is average Caucasian male, brown hair, short sleeve shirt, dark pants. Hoi, vertel. Help! Please, officer. Listen, there's this guy. I have a restraining order against him. He was literally just here. I just saw him. Listen, you need to get him out of here. Please, can you help me? Ja, dat kan. Hoe ziet hij uit? Citizens reporting average black male, brown hair, purple, short sleeve shirt, dark pants, brown shoes. Remain in the area. ATL 20 on suspect. Dit is smoke. Whoa, did that fucking idiot send you after me? I swear I haven't done anything wrong. I really haven't done anything wrong. All I did was stop off and try to make things up to her. Is that a fucking crime, pig? Wat zeg je? Je bent aangehouden. Ga mij naar het bureau. Niet te antwoorden verplicht. Heb recht op een advocaat. Wil je die, kunnen die regelen. Volgt hier in eerste instantie een bericht. Ik ben aangehouden voor verbreken van contactverbod. En het beledigen van ambtenarenfunctie. Een collega vraagt om uw assistentie. Goed, bij een contactverbod mag je gewoon niet in de buurt komen van de verdachte. Of van degene die dat contactverbod heeft aangevraagd. Hij zei meteen van wow, heeft hij echt de politie op me afgestuurd? Ik ben gewoon naar hem toegestapt en gezegd en proberen dingen goed te maken. Ja, dat is niet de gang van zaken. En toen zei hij pik tegen mij als een PIG.
downtown area. We have a warrant issued for terrorist activity in Mission Row. Dus PUG, oftewel Varken noemde die mij. Wij gaan naar een iemand die gelinkt is aan terroristische activiteiten. En die wordt gezocht en die is aangetroffen en ik ga daar ter ondersteuning naartoe, hoop ik. Ik zal als eerste te plaatsen zijn, dus lekker zelf oplossen, BTGV, zonder enige dekking, maar goed. Oh, die loopt daar natuurlijk, kut. Dan heb ik eigenlijk geen BTGV. En dan lopen ze daar met drie, met grote wapens. Oké, okay, even kijken. Zien jullie iemand of drie personen met wapens lopen? Ik niet namelijk. Nog niet. Dat is nooit goed. Oeh, snap. Noodknop, zo. Mensen, iedereen weg hier. Oké, okay, ik moet dekking gaan zoeken. 1202 OC, we komen eraan. Weg hier iedereen. Een verdachte neer. Ja, er was sowieso nog iemand bij. Ze gingen toch met twee man. Nou goed. Veiligstellen. Ik zie geen schotwonden, dat betekent dat ik niet geraakt ben. Ook ben ik flink geraakt. Goed, iedereen bedankt voor het komen. Hé, hey, jij hebt ook een motorpakkie. Tot de volgende keer maar weer. Ciao. Wij gaan echt eens richting vliegveld. Hoi. Zo, dat was niet heel netjes. Zo inhalen, rechts inhalen en dan nog snel ervoor. Ik zal eerst eens kentekencheck doen. Stopteken. Ik ga het volgende kenteken. Oh, die gaat er vandoor. 8, Whiskey, Tango, Bravo 4, 5, 2. Oké, daar kom ik niet. Toch, trek hem even snel eruit. Aan de kant! Nou, C-achtervolging, ik geloof dat het wel gemeld was. Gaat rechtdoor, op mensen af, oh, door mensen heen, netjes. Uitstappen! Hier komen. Een potnon is hier aangehouden. Vuurwapen! Zo, even lekker koffie gedronken op bureau vliegveld, daar zo. En nu weer ja, inzetbaar rondom vliegveld op het vliegveld. Noem maar op. Ik zal even snel een rondje parkeergarage maken. Kijk of hier voertuigen staan. Dat is geen ramp, maar kijk of er ook mensen in zitten. Dat is ook geen ramp, tenzij ze iets aan het doen wat niet mag. Dat is wel een ramp. Best wel heel weinig voertuigen voor een parkeergarage vlakbij een vliegveld. Ah, oké. Veel van zijn Audi's staan hier in de parkeergarage. 1, 2, 3. Zou ik allemaal onderzak er ook genoeg staan.
mini-coopertjes staan er ook. Heel veel mini-coopertjes. Hier weer een Audi. We hadden nog een melding openstaan, blijkbaar. Hoe kom ik hier uit? Ook alweer, ah ja. Natuurlijk waar ik ook naar boven ben gekomen. Attention all units, citizens report a public nuisance in Los Santos International Airport. Units respond code 3. De dames en heren, denk om je eigen veiligheid. Ja, meegekregen, meldkamer. We krijgen een melding, verwacht persoon zou zijn ontsnapt uit een psychiatrische inrichting. Ja, we krijgen toestemming van de C, dus die zal daar vast wel rare dingen zijn aan het uitvoeren. Dus dan is niet de handigste plek om bovenaan een parkeergarage de melding te krijgen. Kut, kun je niet uit, hè? Kun je uit? Nee. Rechts vrij. Nog nooit deze melding gehad. Verwacht persoon ontsnapt uit een psychiatrische inrichting. Met toestemming. Vrij. Ik heb god geen idee wat ik hier ga aantreffen. Wat het voor een persoon is. Ik zie wel iemand lopen. Nou, kut. Stil achter het hek als ik hier die weg zou nemen. OC, we hebben zicht. U hoort nader van mij. Hallo meneer, blijf even staan. U zoekt de uitgang. Die kan ik u wel geven. Mag even met mij meelopen. Kom maar even mee. We gaan even kijken naar de uitgang. Hoe gaat het met u? Heeft u iets bij u waar een naam op staat? Oh, dat is het kenteken. Hij heeft geen kenteken, denk ik. Marcello de Luca. Nou, Marcello is de naam toch? Ja. We gaan even samen de uitgang zoeken. Ja, de gang van zaken is nu dus tot ik hem gewoon... Nee, dat is nou niet wat je zegt, I will shoot you. Dat is nou niet aardig. Oké, deze persoon, ja, die zou ik gewoon overdragen aan de collega's. Die brengen hem weer terug naar waar de uitgang is. Tussen aanhalingstekens. Ja, dat is, je moet even meespelen met dit soort mensen. Alleen ik moet hem nu al arresteren om hem mee te kunnen zetten. Of om hem te kunnen zetten in een auto of busje. Dus dat doe ik ook. Normaal, als je meer opties hebt, dan laat ik hem gewoon zonder spoed ophalen. Zonder handboeien. En wegbrengen of terugbrengen naar waar die woont in een psychiatrische inrichting. Maar dat kan allemaal niet. Dus daarom doe ik het met handboeien nu. Omdat het anders niet kan. Dus dat is de gang van zaken. Je moet die persoon niet tegen gaan spreken. Je moet die gewoon even ja, met hem meepraten. Van ja, oké, we gaan eens kijken naar de uitgang. Mijn collega gaat je brengen naar de uitgang. En dan als hij... zin heeft, dan gaat hij gewoon mee. Zit te zien dat hij gewoon... Ja, hij heeft geen keuze. Hij gaat gewoon mee. Oh, sorry collega. Ja, we gaan eens kijken. Om het hoekje. Meteen een persoon met een mes. Ik weet niet of hij er iets mee te maken heeft. Of hij ook ontsnapt is. Suspect is male. Hey, staan blijven vriend. Stoppen. Niet dichterbij komen. Mes laten vallen. Mes laten vallen. Hier komen. Staan blijven. Potman is jullie rent gewoon weg. Ik hou afstand. Ja, zie je. Stoppen nu. Go
Mes laten vallen. Laatste waarschuwing. Zij energie bij me spoed. Stoppen. Meewerk. Portmondu. Ja. Zijn er 4 schotwonden voor nodig. Mes loslaten. Nagehouden. Verboden wapenbezit. Je gaat eerst naar het ziekenhuis en dan ga je via die weg naar het bureau. Er zijn geen eenheden meer nodig. Heb je nog meer dingen bij die je niet bij me mag hebben? Nee, oké. Goed. De collega's van de dienst dat gaan hem meenemen naar het ziekenhuis. Waar zij, ja normaal zouden we wel met de ambu gaan, maar goed. Nu gaan ze naar het ziekenhuis met hem. Want die zie ik ook vaker bij het ziekenhuis staan, die busjes van de dienst justitiële inrichting. Ik geloof gewoon als er iemand in de gevangenis of iets ziek is, of ja, iets heeft, dan gaan ze met dit soort busjes staan naartoe. Die zie ik elke week wel bij ons staan. Nou, wij gaan door. Alleen wat hier rijdt, taxi. Taxi hebben we. Even kijken of er iets mee klopt. Er is wel iets mee, want hij heeft een bolletje. Ik ga het kenteken voor u nadrukken. 6, 8, bravo, Fox, Golf, 7, 4, 2. A traffic violation. Proceed with caution. Die heeft waarschijnlijk iets gedronken en die heeft geen, die is niet, staat niet geregistreerd bij ons. Hallo. Hallo. Mooi CC. Rijbewijs, heeft u dat? En een taxi pas, licentie of zoiets. Oh, die bus die kan die bocht zo niet maken. Ah toch wel. Oké. Oh, die was op zijn telefoon. Maar dat hebben we niet gezien, daar kan ik hem niks mee maken. Heeft hij iets gedronken toevallig? Oké. De eigenaar van de taxi, ja, dat is natuurlijk het taxibedrijf. Dat zal wel Downtown Cab CEO zijn. Deze taxi staat niet geregistreerd. Ondertussen mag je even voor mij blazen. En dan ga ik dat even snel uitzoeken. Oké. Nou, heeft u drugs genomen toevallig? Dat kan natuurlijk ook nog. Ook niet. Mag je ook even een speekseltest doen. Die hebben we sinds kort ook. Bij de kamer. Oké. Hey, luister het volgende. Voertuig staat niet geregistreerd, dat betekent dat u mag uitstappen. U krijgt een bekeuring daarvoor en die is uiteraard dan voor uw baas, niet voor uzelf, tenzij u zelf de eigenaar bent van het taxibedrijf of dat je zelf je taxis moet regelen in Amerika, maar dat denk ik wel niet. Het voertuig nemen we dus ook mee, je mag dus uitstappen. Als hij is uitgestapt, dan gaat hij mee. En dan als alles geregeld is, kun je hem vast wel komen ophalen. Ik weet niet hoe dat precies in het echt gaat. Goed, fijn nog verder. Oh, gaat lekker pikkies. We komen naar 2 takelwaggels. Dat is ook niet de bedoeling, dat hoeft niet. Wie als eerste is, wint. Hi. Doei. Arson in zijn we nu dan? Los Santos International Airport. Rijdt alsjeblieft prio 1. Hey. Nou, oké, dat gaat makkelijk. We hebben een brandstichting op het vliegveld. Is dat? Oh, helikopter. Toch wel een zwaar. Ja, de Kamar heeft ook versnellers. Iets gaat beam doen, dus let op. Ik zei het toch. Hoi! Ja, vertel. We zagen vliegen naar de wax. Oké, een auto dus. Ja. Oké, een Range Rover dus. En de call is police car blue. Kamar blauw dan, neem ik aan. Oké, OCC de Zulu, die is hier in de buurt, dus goed. Dus kan hier even mee rijden.
Zulu, wij gaan even die kant op. Ja, de eerste beste auto die we hier zien, dat moet wel een Baller 4 zijn. En dat moet wel de persoon zijn die we zoeken. Over. De Zulu vliegt... Dat geeft zich in oostelijke richting. Ja, meegekregen. Hij rijdt weer hier. De Zulu vliegt erboven en daar is hij. Nee, niet de baan op. Kom, ik ga niet dat... Hij gaat er vanaf. Uitstappen. Uitstappen. Hand laten zien. Kom op. Goed zo. Voordat hij iets pakt van een Molotov cocktail of zo. Of mij in de handset. Mooie auto wel, dat wel. Niet echt helemaal mijn kleur, maar op zich. Maar is wel gaaf. Goed, ik ben aangehouden voor brandstichting en rijden waar je niet mag rijden. Hey, die is wel vet man. We gaan die zo snel mogelijk hier laten afslepen en dan zo snel mogelijk hier dit voor vrijgeven, want we zitten wel op een landingsbaan. Of dit was de opstijgbaan denk ik. En dat is de landingsbaan daar. Melding afgerond. Ik ben de weg een beetje aan het zoeken. Ja, 12-01. Lincoln 18. We have a 1099 in Los Santos International Airport. We krijgen een melding. Er zou een verkeerscontrole zijn. Er wordt op dit moment een verkeerscontrole gedaan. Of ja, eerder een voertuigcontrole moet ik zeggen. En daarbij zou assistentie zijn gevraagd van een tweede eenheid. Ik heb niet precies door of het toestemming is of niet, maar we gaan er gewoon even met alleen blauw naartoe. Gaat er vandoor. We have a possible 148 in Los Santos International. Oké, okay, we zitten achter de Touran plus rij dan door man. Die gaan steeds, ik heb het gevoel dat die soms gewoon stoppen voor mij, tot door mijn sirenes en zo. Dat ze daardoor aan de kant gaan. Rijdt alsjeblieft prio 1. Geen idee wat de Touran allemaal doet, maar ik laat hem even voor. 1202 OC. Shift Q. We gaan hem snel aan de kant zetten. Slightly aggressive. Ah, moet je niet op andere auto's knallen vriend. Ja, niemand verwacht zijn motor nog achter een Touran aan. Dus ik hou afstand. Wie van de twee is het? Ja, zet hem klem naar rechts. Eén collega. Ja, ik kan hem niet mee klem zetten. Uitstappen. Uitstappen. Niet rijden. Ik word aangereden. Oh, ik dacht echt dat ik werd aangereden. Staan blijven. Ben aangehouden. Ja, C1 verdachte aangehouden. Nou, alles onder controle. Dankjewel. Uit. Oh nee, ik mag geen uitzeggen. Dingen bij die je bij mag hebben. Dat is verhoord. Voor je even. Een telefoon. Nou goed, ik denk dat wij wel een mooi videootje hebben. Ja, die hebben we net gedaan. Waar is die? Mission Row. Rijdt alsjeblieft prio 1. Nee. Nou, weet je wat, fuck it. Oh, die is best ver. Nou goed, we worden nog gevraagd naar een arson attack, dus een brandstichter. Wederom prio 1.
Ze denken dat het wat te maken heeft met de vorige melding waar wij ter plaatse waren. Daarom moeten wij daarheen. Geen idee, maar ja, ik moet toch iets zeggen. Dus daar gaan we nog even heen en dan is het mooi geweest voor de dienst. Oeh, collega's. Links vrij. Nee, ik ga nou niet naar God voor Rome. Ik was bijna volledig zonder te verongelukken daar geweest. Iets zegt boom. Of nee, toch niet. Hallo, jou moet ik hebben. Give Lam and good day to you too. A mail running in that direction. Oké, eventueel. Oké, dankjewel. Oei, waar moet ik heen? Ik heb niet opgelet waar hij naartoe wees. Hallo. Natuurlijk niet door het vuur gaan rijden. Ja, fuck it. Hier zou iemand rennen met een benzinetank. Of zo'n benzine... hoe noem je dat? Kan. Jerry can of zoiets. Dus als we iemand zien rennen, dat is hem. Jij bent het sowieso, die kat daar. Het zijn altijd de katten. Het zou een overkant moeten zijn. Daar. Staan blijven. Hoppakee. Even normaal doen, vriend. Ben aangehouden. Geen rare dingen doen. En dan bureau. Oké, jij gaat getased worden, maat. Hier komen. Goed zo. En liggen blijven. Laat die kan vallen. Joey can. Laat hem vallen, vriend. Je hebt hem lekker vast zo. Zet dat ding nou open. Goed, hij is weg. Oké. Je bent aangehouden. Brandstichting. Verzet bij aanhouding. En het bureau. En de collega. En ik ga iedereen bedanken voor het kijken. Ik heb jullie een hele leuke video vonden. En ik zie jullie graag weer over 2 dagen zoals altijd bij een nieuwe video. Doei. Die was snel, hè? Vond ik ook. Doei.